Yes guys, Paul hier. Welkom weer bij een goed nieuwe video. En vandaag ga ik het hebben over drie tips om je conversiepercentage te verhogen op jouw Shopify store. Afgelopen vier jaar heb ik meerdere stores gebouwd en meer dan honderden verschillende stores geaudit voor al mijn succesvolle studenten. En zoals je misschien weet, is het gemiddelde conversiepercentage in de game 1,8%. Dat betekent dat 100 op de 100 bezoekers 1,8% ongeveer 2 mensen zullen kopen. Wat ik zie bij mijn eigen webshops en webshops van mijn studenten is 3 tot 5%. Dat is bijna een verdubbeling. Dat wil dus zeggen dat op de 100 bezoekers er soms wel 5 mensen willen kopen. En dat ga ik je vandaag precies uitleggen hoe jij dit kan toepassen voor je eigen store. Ik ga je precies uitleggen hoe ik dit voor mezelf heb gedaan en hoe jij dit dus voor jezelf kan gaan doen. Nou, wat zijn nu dus tips voor 3 tot 5% conversie? Dat zijn dus hoge kwaliteit foto's en hoge kwaliteit omschrijving. Toevoeging van de app Vitals. Ik gebruik Vitals voor een alles in één. Dus voor zowel reviews als Tiki at the Cart, als Wheel of Fortune, als Inactive Tap Message, als bundels, als upsells. Het heeft gewoon heel veel voordelen. Een alles in één app, alles wat je nodig hebt voor je store. Kost misschien 25 euro per maand, maar het is het meer dan waard. Je over ons pagina moet je toevoegen en zeker al netjes maken. Je contactpagina, een FAQ pagina, onderaan je product page, slash een shipping pagina. Dat je weet hoe lang de shipping ongeveer is. Live chat raad ik enorm aan om dat te gebruiken op je store en daar iemand 24-7 op te zetten, slash AI. Trust badges om die te gebruiken. En reviews voor social proof. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen die je wil gebruiken. En we kunnen het ook even hebben over bijvoorbeeld above the fold. En above the fold zijn eigenlijk de eerste drie seconden dat iemand op jou ja landingspagina slash productpagina komt. Wat wil je dan zien? Je wil een foto hebben. Dan wil je een lifestyle-foto hebben. Dus een foto waarin je dus laat zien wat het product doet. en voor andere mensen hebt gedaan. Dan heb je je verkoopprijs. Deze wil ik graag in het groen zetten. En je oude verkoopprijs, dus je kortingsprijs in het rood. Nou, groen doen we positieve kleur. Rood negatieve kleur. Groen verkoop je. Rood is de oude prijs. Pijn. Groen is plezier. Rood is pijn. Vandaar dat we dat zo toepassen. Voor je koop nu knop. Die raad ik aan, niet aan het toe aan winkelwagen, maar in de tekst koop nu te zetten. En die raad ik aan om naar groen te zetten. En daaronder zet je dus trust badges. Het kunnen payment icons zijn, maar het kunnen ook andere soorten trust badges zijn. Daarboven, boven je titel, heb je dus nog je social proof en daar wil je dus je reviews. En je reviews wil je gaan toevoegen, dat wil er minimaal 20 tot 25 reviews zijn. Met een 4,8 beoordeling van de 5. 5 van de 5 is niet realistisch, daarom gaan we voor 4,8 van de 5. En laat eerst onderaan bij je reviews, dus de foto's zien, daarna pas de tekst. Nou, zorg ervoor dat de tekst daarin goed gespeld is en dat er algemeen goede kopie is. Voor op je product page. is eigenlijk weer een superkorte video vandaag voor je, maar weer redelijk wat waarde gedeeld. Dus uh, ik hoop dat je hier super veel aan had. Laat een like achter, laat een comment achter, abonneer op mijn kanaal voor meer van dit soort gratis content. En dan check je weer terug in de volgende video. Ciao, ciao.